kant te lezen. Achter haar ogen sluimert het heelal, zeggen de mannen. Zal dus wel zo wezen. Zij inspireert een man door niets te doen, door te zwijgen en desnoods in slaap te vallen. Hij glimlacht en hij ziet het visioen. En hij vermoedt in haar wel 6 heelallen. Maar in zijn pedicure, juffrouw Hof, die met die bril en die katoenen benen, vermoedt hij niets, al zwijgt ze als een mof, al valt ze bots in slaap boven zijn tenen. Vergeef het mij, ik weet het zelf wel heus. Dit werd me door rancune ingegeven. En was ik zelf een tikje mysterieus, ik had dit nooit en nooit geschreven. De snop. Ik dank de hemel voor het woord niveau. Want met dat woord kan ik me distancieren. Ik kan me niet, dat is nu eenmaal zo, met Jan en Piet en Klaas gaan occuperen. Want mijn niveau is steeds omhoog gegaan. Het is nu zoetjes aan zo hoog geworden, ik kan er zelf niet bij. Ik hang eraan. En vanuit die hoogte kijk ik op de horde. En voor me naast de buurman voel ik niets. Mijn buurman mag er nog zo'n nobel mens zijn. Mijn buurman heeft nog nooit gehoord van Keats. Ik ben geen snop, maar ergens moet een grens zijn. Kijk, dat ik de dichter Piet persoonlijk ken en 2 worstjes met hem heb gegeten, dat maakt dat ik iets heel bijzonders ben. Dat moet de wereld dan ook maar eens weten. Voor ik iets mooi vind, kijk ik om me heen. Ik laat me niet ontroeren voor het zeef is. Vindt Simon Vestek het ook mooi? Oh nee, dan weet ik dus al zeker dat het scheef is. Ik word wel moe. Ik hang hier al zo lang. Ik zou zo graag eens Hollands Glorie lezen, maar mijn niveau laat dat absoluut niet toe. Dus moet het maar weer Joyce of Huxley wezen. Aan een klein meisje. Dit is het land waar grote mensen wonen. Je hoeft er nog niet in. Het is er boos. Er zijn geen veeën meer. Er zijn hormonen. En altijd is er weer iets anders los. En in dit land zijn alle avonturen hetzelfde. Van een man en van een vrouw. En achter elke muur zijn andere muren en nooit een eenhoorn of een bietenbouw. En alle dingen hebben hier 2 kanten. En alle teddyberen zijn hier dood. En boze stukken staan in boze kranten. En dat doen boze mannen voor hun brood. En een bos is hier alleen maar een boel bomen. En de soldaten zijn niet meer van tin. Dit is het land waar grote mensen wonen. Wees maar niet bang, je hoeft er nog niet in. Ja, ik zal ook, nu dit is er één van en in de tweede helft dat doe ik er nog een paar, ook wat liedjes voorlezen, hoe moeilijk dat ook is, zeker als u de muziek erbij kent. Maar ik doe het eigenlijk omdat je dan opeens weer hoort hoe goed die teksten van Annie M.G. zijn. Ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Ik ben zo moe van al die knoopsgaten en knopen. En dan vanavond moet het allemaal weer open. En dat is dan natuurlijk weer een heel gedoe. Ik ben zo moe van Adenauer en van Drees. En als ik dan per ongeluk weer ergens lees dat ze 50 helikopters fabriceren dit seizoen,
Dan denk ik, oh, als ik het maar niet hoef te doen. Ik ben zo moe van al het vullen. En zo moe van Foster Dulles en van de melkboer te betalen en van de boontjes af te halen. En zo moe van de eitunnelbouw. Maar ik ben vooral zo moe van jou. Ik ben zo moe van wat jij wil en wat hij wou en wat zij willen. Ik zou het liefst een week lang tegen je gaan gillen. Maar ja, daar kom ik dan gewoon wat niet aan toe, want ik ben... Want ik ben veel te moe. En als ik dan nog eens bedenk, zo af en toe, hoe dikwijls ik al in mijn leven heb ontbeten. En hoeveel boterhammen ik nog moet eten. Dan ben ik moe. Dan ben ik zo ontzettend moe. Ik ben zo moe van het Saargebied. En van Jacques Vat. En van de slager en de bakker en de kat. En zo moe van de weersvoorspelling van KNMI. En van de 100.000 woorden in de encyclopedie. Van de brommers en de scooters. Van de auto's en de toeters. Van het praten met Christina. Van de onlusten in China. Van het zeggen, ho, hallo mevrouw. Maar ik ben vooral zo moe van jou. Ik ben zo moe. Moe van je moe van je pa, moe van je zuster. En van je dahlia's en je rozen en je leguster. En van je eten met een pannenkoekie toe. Ik ben zo moe. Ik ben zo moe van het praten door de telefoon. Ik ben zo moe van zoute nootjes en augurken. En als ik slaap, dan word ik weer zo moe van snurken. Ik ben zo moe, dat is niet gewoon. En van de groenteboer en van de Tour de France. En van de stomerij en van de jeugd van thans. Van de spanning in Turkije en van leuke truitjes breien. Van de kattenbakcentrale en van het alsmaar ademhalen. En zo moe van de kinderjuffrouw. Maar ik ben vooral zo moe van jou. Ik ben zo moe. Moe, ik ben zo moe van al je dassen en je boorden. Ik zou je zo graag proberen om je te vermoorden. Maar ja, dat is natuurlijk weer een heel gedoe. En ik ben veel te moe. Leuke moeder had je, Flip. Jij lacht toch wel het hardst? Vaders. De vader zegt, wat ga je doen? De dochter zegt, ik ga rijden. De vader zegt, met wie? Met Koen? Gaan jullie met z'n bijen? De dochter zegt, jawel, wellicht. En houdt pap zijn wafel dicht. Daar gaat ze dan, ze zegt, so long. En pap spijt liever op zijn tong dan nog te vragen hoe of waar. Lieve kind is 16 jaar. Ze heeft gezegd wat ze gaat doen. Ze gaat op het scootertje met Koen. Maar vader denkt, wat gaan ze doen? De vader zegt, waar ga je heen? De dochter zegt, kamperen. De vader zegt, met Koen alleen en in die malle kleren. De dochter zegt, met Jan, salut. Ze gaat. En daar zit vader nu. Ze heeft gezegd wat ze gaat doen. Ze gaat kamperen, niet met Koen. Ze gaat kamperen met Rian. En vader denkt, wat doen ze dan? Zo zitten al die 1000 pa's zich zwijgend op te vreten. Helaas. Ze zullen het niet weten. Wat doet mijn dochter op de plas? Jawel, ik weet, ze zeilt met Bas. Wat doet mijn dochter nu vandaag? Ze danst met Leo in Den Haag. Ze zwemt met Dick, ze roeit met Piet. Maar wat ze doen, dat weet paps niet.
De dame sterft uit. Vertelt u het verder, maar niet al te luid. Er is iets ontzettends. De dame sterft uit. O, vrouwen genoeg, veel te veel, lieve heer. Maar dames, die hebben we niet meer. De dame sterft uit, we zullen het zien, precies als het rendier. Maar eerder misschien. Ze droeg een sabootje. Ze wist niets van seks, ze was wel nerveus, maar ze had geen complex. Sprak nooit over buik, want ze noemde het maag. Ze zei met een heel beschaafde stem, graag. Gebruikte nooit poeder of crème in het gezicht. Beschouwde het echtelijk verkeer als een plicht. Bracht kinderen voort in Den Haag en Schiedam, maar wist nooit precies hoe dat allemaal kwam. En ze wou het ook niet weten, het was allemaal vies. En ze was de persoonlijke cijferservies. Zo was ze. Maar, ach, in de tijd die nu komt, zeggen de dames voortdurend verdomd. De douairières, ze dragen als norm een merry-go-round of een medevorm. In plaats van laat mij eens, zeggen ze lames. Waar blijven de echte dames? Ze zijn er nog wel, een paar. Maar ze zijn al zo oud. En over 10 jaar, dan merken we plots op een maandag in maart dat er geen dames meer leven op aard. Misschien kan men nu in de komende jaren de laatste 10 dames nog even bewaren. Wat koel in een dames natuurreservaat. Of is het te laat? Is het al te laat? En vinden we zeer binnenkort nog alleen een klein opschrift gebeiteld in steen, gesierd met wat rozen en witte cyclamen. Hier ligt de laatste dame. Van de eerste blokje, het laatste gedicht. Als je eindelijk heet het. De dingen die je erg graag wilt, die komen op de duur. Ze komen vroeg of laat, maar meestal laat. Dat is zo zuur. Wanneer je jong bent, heb je doorgaans nooit een cent in kas. En als je eindelijk geld hebt voor een hele dure jas, dan staat die je niet meer. Wanneer je jong bent, heb je 4500 plannen. Je komt alleen nooit verder dan de potten en de pannen. Je wordt je hele leven lang bedisseld en bedild. En als je dan eindelijk tijd hebt om te doen wat je graag wilt, dan wil je het niet meer. Wanneer je jong bent, doe je alles hopeloos verkeerd. Je hebt nog geen ervaring en je hebt nog niks geleerd. De liefde en de kinderen, wie doet het dadelijk goed? En als je eindelijk wijs bent en precies weet hoe het moet, dan hoeft het niet meer. Dank u wel. Even wachten. Ik kon niet op een intelligente vraag komen. Maar dus, ik vroeg me toch een paar dingen af, Connie. We kennen jou allemaal als schrijver van buitengewoon ernstige, serieuze, diepzinnige, belangrijke romans. Maar je hebt hier iets. Je hebt hier nu staan voorlezen en dat doe je met merkbaar genoegen. Of vergis ik me daarin? Nee. Want heb jij hier iets mee? Lees je poëzie? Heeft dat je interesse? Nee, nauwelijks. Ik ben niet zo'n poëzieliefhebber. Maar waar vind je, want ik weet nog dat je hebt een keer op televisie gezegd, ik ga het gewoon zelf vertellen,
Je hebt op televisie wel eens gezegd dat je, je presenteerde Zomergasten. En daar was Katja Schuurman te gast en die liet een fragment zien van Szymborska. En toen ging jij vertellen wat je daarvan vond. En toen zei je, ja, hier heb ik dus niets mee. Dit is een dichter en die richt haar aandacht op een zandkorrel en een mier. En dat vond je helemaal niks. Katja Schuurman ging uitleggen dat zij het heel mooi vond. Jij vond het echt verschrikkelijk. Maar wij hadden het vermoeden dat jij wel van Annie M. G. Schmid zou houden. Waar zit hem dat dan in? Nou ja, op de eerste plaats heb jij mijn hele oeuvre verkeerd begrepen. Die samen wat. Kijk, je moet lang zoeken naar een vrouw in de Nederlandse literatuur die niet geestiger is dan ik, maar zo geestig is als Annie M.G. Kom je ongeveer uit bij Betje Wolf en Aagje Deken. Maar niet echt om te lachen valt. Nee, want dat is humor, daar kunnen wij niet meer om lachen, maar vroeger vond me dat nog geestig. Maar ik vind haar echt oer en oergeestig. En mijn hoofd zit vol met liedjes. Ik vind het zijn ook gedichten, poëzie. Het zijn echt verses. En ik vind dat ze daar een meester in is. En gaan jouw handen dan jeuken als je zoiets leest? Wil je dan ook kluchtig schrijven of grappig schrijven? Nee. Je hebt geen jaloezie op haar? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb ook geen poëzieader. Ik ben volstrekt niet geschikt voor poëzie. Nee, als ik iemand hoor mooi hoor zingen, word ik jaloers. Maar niet op Annie, nee. Of op andere goede dichters. Nee, ik heb echt voor iemand die ervoor doorgeleerd heeft, heel weinig met poëzie. Mag ik je dan tot zover dankjewel zeggen? Toch maar. En dan kom je straks nog terug om te lezen, want wij genieten er stiekem wel heel erg van. Dan gaan we nu luisteren naar Janne Schra. Janne Schra is zangeres, maar ook tekstdichter en componiste. En dat doet ze tegenwoordig onder haar eigen naam, vroeger als zangeres van Room 11 en daarna van Sradinova. Begin dit jaar verscheen jouw eerste eigen album, dat geen titel heeft, maar dat wel wekenlang op nummer 2 in alle hitlijsten heeft gestaan. 1 week. Ik overdrijf graag. Misschien wil je straks nog een beetje vertellen, maar eerst gaan we naar je luisteren. I wish I could jump in, but the water is too dark. You do things without thinking, you still can. You change directions easily with your eyes half closed. I look out the rear view at the trees on the side of the road. Oh, you do things without thinking, you still can. We'll find a place to walk in when I've touched the ground. If you could let me know when you are slowing down, you're running wild in the city's midnight. I'm waiting still for soothing morning light. Oh, you do things without thinking, you still can. We'll find a place to walk in when I slow down.
Misschien zijn die van jou ook hoger, dan zijn die van mij nu lager. Dit is een Neuri-lied. Thank you.
mensen die koffie nodig hebben. Dat jullie hier waren. En ik wil nog zeggen dat de Twips op de cd De Supersonische Boom staat ook. Daarom speelde je dat ook. Behoort gewoon tot je eigen repertoire. Nee. Oh, dat niet. Maar je speelt het op de cd? Ja, ze schreven allemaal hedendaagse bands en zangers die liedjes van Annie M. G. Schmid vertolken. De cd is in de gang hier verkrijgbaar. Ook alle bundels van Annie M. G. Schmid. En overige aanverwante artikelen. Met dank aan boekhandel Perdue. Flip van Duin, hartelijk dank. Jan Rock, hartelijk dank. Tot snel, tot de volgende keer. Connie Palme, Janne Schra, Jurgen Beurdorf, hartelijk dank. Volgende keer, 24 november, Les Murray. Tot dan.